Goedemiddag. Ik ben hier in Frombork, het stadje waar dat Nicolaas Copernicus een groot stuk van zijn leven is doorgebracht. Men heeft hier op het marktplein een standbeeld voor hem opgericht, waarschijnlijk als eerbetoon. Wat er op het marktplein zelf speciaal is, is mij niet duidelijk. Want de kathedraal en ook de plaats waar hij gewoond en gewerkt heeft, is aan de overkant van de straat. Hij heeft wel in de 15e en 16e eeuw geleefd. Dus in levende lijven is een beetje moeilijk. Maar zijn beeldenis is zeer treffend. Er zijn meer dan genoeg zelfportretten gemaakt en andere om hem een zekere lijkenis te geven. Dit stadje heeft toch wel een aantal zaken die aan hem doen terugdenken. De kathedraal waar hij begraven ligt, onder de vloer. Er is een modern monument opgericht in de kathedraal met een ets van zijn gezicht. En het symbool waarvoor hij staat, namelijk de zon in het midden met daar de gekende planeten van die tijd daar rond op de correcte relatieve afstand. Men heeft op de plaats zelfs een glazen inleg gemaakt waardoor dat men de kist kan zien. Het museum waar een aantal van zijn originele boeken ter plaatse liggen. Met aandacht voor zijn wetenschappelijke werken. Enkele originele boeken liggen daar ter nazicht. Maar ook wetenschappers die daarvoor en daarna zijn gekomen, liggen daar. Zoals Kepler en Tachy Brouwer, daar liggen ook een aantal boeken van hem. In het museum gaat het dan ook verder door met de kerkgeschiedenis van het gebied van de kathedraal. Maar dat vond ik zo minder interessant. Naast die twee musea en het planetarium was er ook nog het Medisch Museum, dat ligt buiten het terrein. En Copernicus is wel bezig geweest met medische zaken, maar dat museum loont niet aan bij Copernicus. Het gaat wel over medische geschiedenis, maar het spreekt me minder aan. De kathedraal zelf is zwaar in restauratie. Heel het gebied achter het altaar is compleet afgesloten. Ook in het dak worden de nodige dakpannen vernieuwd. Daarnaast was er natuurlijk ook het planetarium, de ZKP2, de Zeiss Klein Planetarium Model 2, die compleet opgesteld staat. En qua uitzicht lijkt die dus identiek aan die van Urania, met ook die cirkelvormige bodem met die lampen die verticaal naar boven schijnen. Had ik een leuk gesprek vooraf en achteraf met de ontvangst, met de man die de planetarium beheert. En heeft mijn cadeautje in dank aangenomen. Dus men moet daar ook af en toe de lampen vervangen. Maar voor de rest heeft hij niet speciaal over onderhoud gesproken. Dit model is gekocht in 1978 volgens de gids. Het wordt hier wel een soort van volautomatisch bediend, heb ik de indruk. Men start een geluidsband. En ik weet niet of er op die geluidsband ook de commando's staan om het planetarium te sturen. Want er verschijnt alleen af en toe een keer een pijl om een ster aan te duiden. En heel af en toe wordt er wel eens een tijdsbeweging gedaan, maar ik vind dat men het aspect tijd niet zo mooi gebruikt in deze presentatie. Daarnaast had men in het planetarium ook enkele beelden extra geprojecteerd, zoals de beweging van de planeten rond de zon had men een extra videoanimatie gedaan. En tenslotte had men via een klassieke beamer wat Hubble-beelden op 1/3 van de koepel geprojecteerd. Eigenlijk had men daarvoor 3 beamers moeten plaatsen, maar misschien heeft men daar geen plaats en geen geld voor. Voor de rest was er ook nog het beklimmen van de toren, waar dat je het landschap wat beter kon zien. Ik vermoed dat daar vroeger onder die koepel een kijker heeft gestaan. Maar die koepel is nu compleet dichtgemaakt met een metalen constructie. Men kan daar niks naar buiten steken. Dan denk ik dat we de voornaamste zaken in Frombork hebben gedaan. Dus het was een mooie dag vandaag. Het weer viel ook best mee. Dan kunnen we terug ruim een uur rijden naar Gdansk om daar nog de rest van de stad te zien. En ik denk dat we nu de dag gaan afsluiten.